ga vanmiddag een beetje baarzen. En ik begin heel simpel met een twistertje van 2,5 centimeter. Als ik ze aan de kant niet kan vinden, komt er een creature bait aan met de Carolina rig. Het materiaal voor vanmiddag is eenvoudig. Met een supermarktmolentje op een holglashengel uit de jaren 70 en een molentje van AliExpress op een moderne ultralight van carbon. Ik begin op behoorlijk groot water en dan moet je altijd een beetje geluk hebben dat ze aan de kant zitten. En dan moet je ze ook nog kunnen vinden. Dus dat wordt zoeken. Meters maken. Ik denk dat ik ze gevonden heb. Niet groot. Maar ja, daar gaat het ook niet om het baarzen. Gewoon voor de lol. Een beetje tikken. Ik ben nu een kwartiertje bezig en ik ben de tel al kwijt. Elke worp is raak. Allemaal van dit slag baarsjes. Geen grote ertussen. Maar kan nog komen. Ik vraag me af waarom de baars hier al jaren niet groeit. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze door voedselgebrek gewoon de winter niet doorkomen. En dat ik elk jaar op een nieuwe lichting vis. Daar komt nog bij dat de aalscholvers hier ook hun best doen. Ja, wat krijg je dan? Een stand van alleen kleine visjes. Die elkaar opvreten. Denk ik. Ik krijg volop aanbeten op deze creature bait, maar de baars is te klein. Ik haak ze niet, dus ik ga straks even op een andere plek proberen. Maar ik ga eerst nog even door met een klein twistertje. Het is te leuk om die kleintjes te laten liggen. Elke worp een vis. Als ik het aasgedrag zou moeten beschrijven, drie baarsjes, dan zou ik zeggen uitgehongerd. Allemaal hetzelfde. maar ze worden niet veel groter. Sommigen hebben 3 pogingen nodig voordat ik ze haak. Hier krijg ik bij elke worp wel 1 of 2 tikken. Op een kleine twistertje. Ik ga even verder vissen met de Carolina rig. Want ik hoop toch wel iets beters te vangen dan al die kleintjes. Tot nu toe is er geen belangstelling voor de Carolina rig en mijn creature bait. Het enige wat ik vang zijn mosselen en waterplanten. Dit is wel een mooi hoekje voor een paar worpjes, voordat ik verder ga zoeken. Aan de overkant denk ik, want de wind is gedraaid. Prima hoekje hier, het is meteen raak. Nou, nu is serieus genoeg hoor. Nu ga ik naar de andere kant. Ik ben inmiddels omgereden en ben aan de andere kant van de plas. Ik heb een hapje gegeten en in de tussentijd is de wind weer teruggedraaid. Dus geen slimme strategische zet. Nou, ik kijk wel even. Er zijn hier bijna geen stekken, dus het is het enige plekje wat ik kan proberen. Ik ben hier al heel lang niet meer geweest, maar ik weet dat dit water over een periode van 8 jaar gedempt wordt. Het moet onderdeel gaan worden van het natuurgebied Oostvaardersplassen. Nou, dat gaat hard, want hier in deze hoek is al niet meer te vissen, althans met kunstlaars, want het staat vol met waterplanten. Het is heel ondiep, vroeger stond hier weet ik het, 5-6 meter water. Ik ga ergens anders heen. Ik had geen zin om terug te rijden naar die eerste stek. Dit kwam ik onderweg tegen, dus hier probeer ik het even. Kijken of ze hier misschien gemiddeld wat groter zijn. Al vrees ik van niet. Nou, hier zitten ze ook. En ze zijn ongeveer even groot. Probeert het een kwartiertje hier. Onder het viaduct. Nummer 2. Binnen een minuut. 3. Ze liggen allemaal een meter of 10 uit de kant onderaan het taluut in een schooltje. Nou, ik denk niet dat ik lang blijf hier, want dit is een van de betere, vrees ik. De laatste heeft het staartje van mijn Twister gesloopt, dus dat is een mooi moment om naar de volgende stek te rijden. Verderop op het kanaal denk ik, zie je wel. De volgende stek is een super populaire stek bij karpervissers en witvissers. Die stek is zo populair. Dat ze zelfs hun steunen laten staan. Nou, ik zal hem laten staan, maar misschien komt hij hem nog ophalen, de eigenaar. Je raadt het al, ook hier, als ik binnen 5 minuten eigenlijk al de tel kwijt. Het gaat achter elkaar door, allemaal klein spul. Nou, de beoogde laatste stek was niet te bevissen, want daar was de hondenclub in de weer. Het leken wel zeehonden, dus ik probeer het nog heel even hier vlak bij huis, op het kanaal. Nou, de eerste worp en meteen weer zo'n monster. Nummer 2, binnen 30 seconden en natuurlijk weer zo'n monster ook. Ik verspeel net mijn PR van de dag, een baarsje groter dan 15 centimeter en dan komt deze recordvis erachteraan. Ik ben een minuut of 10 bezig op deze stek en ik heb er alweer tig. Het gaat achter elkaar door. Ik probeer het nog een kwartiertje en dan met een iets groter twistertje. Kijk, of ik toch nog iets fatsoenlijks kan vangen. Want ik verspeelde net wel een leuke baars. Tenminste voor vandaag, centimeter of 20 denk ik.